Goedemiddag en welkom bij de derde editie van Venture Visionaries, een initiatief van de Universiteit van en Hogescholen van Brabant. We zitten op deze warme dag in een lekkere, koele ruimte, hier in de prachtige kapel van Jets Playground in Den Bosch. Mijn naam is Donneve van Heuven, hoofdredacteur van MT Sprout. En vandaag is niemand minder te gast dan Raymond Pauwels, founder van deelscooterbedrijf GoSharing. Raymond startte in 2019 met GoSharing. En eigenlijk begon toen een dollemansrit, kun je wel zeggen. Ondertussen zijn er 6000 deelscooters actief in 39 Nederlandse steden. Telt zijn team 75 FTE. En haalde hij in totaal al 60 miljoen euro aan groeigeld op. En dankzij deze investering kan ook de blik over de grens gericht worden. Want na Nederland zijn de volgende bestemmingen Oostenrijk, België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Turkije. Wauw, Raymond. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Klinkt indrukwekkend. Moet je jezelf wel eens in je arm knijpen van hoe snel het allemaal wel niet gaat? Nou, het gaat inderdaad enorm snel. Dat is ook het leuke. Ik moet zeggen, we hebben mede ook door corona natuurlijk weinig mogelijkheden om af en toe genieten van de mijlpalen die we behalen. Maar het is wel geweldig om te zien hoe snel deelscooters geaccepteerd worden. En eigenlijk hoe bekend ook GoSharing is geworden. Waarin we 2 jaar geleden nog niemand wist wat het groene scootertje was. Is dat nu denk ik al wel zeker aan het veranderen. Ja, nou, we horen straks alles over. Nou, wat gaan we het komende uur doen? Raymond zal ons eerst zo'n 10 minuten meenemen in het verhaal van GoSharing. Hij zal een presentatie geven over hoe het begon, waar het nu staat en waar ze naartoe willen bewegen. Vooraf heb ik veel vragen ontvangen. Dank daarvoor. En daarnaast is het nog steeds mogelijk om tijdens de presentatie of de opname je vragen in te sturen. Dat gebeurt online, komt allemaal binnen op mijn laptop. Dus ik zie ze binnenkomen en wie weet komt jouw vraag aan bod. Er zitten wat mensen in de zaal. Nou, normaal gesproken zouden die een microfoon onder de neus geschoven krijgen, maar vanwege de coronamaatregelen kunnen we dat ook niet doen. Dus mochten jullie vragen hebben, dan kan dat ook online. Raymond, dan wil ik jou vragen af te trappen. Ja. En de vloer is voor jou. Nou, super. Ik zal kort iets proberen te vertellen en vooral ook de ruimte laten voor de vragen die er volgens mij heel veel zijn binnengekomen. Absoluut, ja. Heel leuk om te zien. Ik denk leuk om kort iets te vertellen over GoSharing. Redefining Mobility Together. Hetgene wat we echt willen doen is opnieuw bekijken hoe mobiliteit is ingericht en vooral het ownership aanvechten. Ik vind het zelf bizar. Ik heb een auto thuis. Helaas nog, daar wil ik graag vanaf. En die staat eigenlijk, ik durf wel te zeggen, 99% van de hele dag staat die stil. En dat moet toch beter kunnen. En dat hebben we gezien dat het beter kan. En zo is het eigenlijk ontstaan. En dat willen we echt anders doen, echt duurzamer. En ik zal je vandaag een klein beetje laten zien hoe dat is ontstaan. Leuk. Dus nou, voor de mensen die GoSharing nog niet kennen. Wat doen we? We hebben 1 heel simpel appje op je telefoon. En daarmee kun je alle deelmobiliteiten aanbieden. Dat zijn tot nu toe elektrische scooters. En het principe is heel gemakkelijk. Je betaalt alleen voor het gebruik. Dus je hebt de mogelijkheid om een scooter te pakken. Je hebt 15 gratis minuten om die te reserveren. Om een voertuig te kunnen pakken. En uiteindelijk betaal je per minuut. Dus je kunt meestal kun je een aantal kilometers afleggen voor 2, 3 euro. En dat is eigenlijk het hele idee dat het moet simpel zijn. Wij doen alles. Accuwissels met onze Power Rangers. Wij doen het schoonmaken, het repareren, het herpositioneren. Alles. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon een scooter pakken. En zo simpel moet het denk ik ook zijn. En de insteek die er echt is, en daar zal ik straks wel op terugkomen, ook een beetje met mijn achtergrond, is dat we de duurzaamheid enorm belangrijk vinden. Ik heb zelf enorm veel deelstepjes gezien in het buitenland. Struikel je over in Parijs bijvoorbeeld? Ja, ik vond het geweldig om te zien van hoe kan het dat ze er allemaal staan. Ik heb me daarin verdiept en ben toen ook eigenlijk heel erg tegenop gaan kijken hoe de deelmobiliteit wordt ingesteld en opgezet is. En daar willen we echt verandering in brengen. Dus daar kom ik straks op terug. Maar misschien om een leuke vraag aan jou te stellen. Hoe lang denk jij dat gemiddeld een deelstepje meegaat op het moment dat wij GoSharing begonnen? Gemiddeld een deelstepje. Nou, als ik zie, ze worden echt overal neergemieterd. Een maand of 5. Ja, nou, dat is een goede inschatting. Oh, ja. Dus ongeveer 5-6 maanden gaat gemiddeld een deelstepje mee. Die werden op dat moment iedere nacht opgehaald met benzinebusjes. Allemaal om ergens te laden en de loods werd dus weer uitgezet.
En dat moet dan onze mobiliteit veranderen. En daarin hebben wij gezegd, we willen wel echt een duurzame impact leveren. Dus operatie duurzaam inrichten. Maar ook ervoor zorgen dat het product veel langer houdt. Dus ons levensduur op het product is 6 jaar. En dan doe je pas impact. En ik denk wat ook het leuke is, is dat we zien dat we met het product veel meer mensen kunnen vervoeren. Hè? Dus de afstanden zijn veel groter en daarmee de impact ook. Even kijken of hij naar de volgende wil gaan. Ja, kom. Ja, dus we zeggen a green planet with mobility by everyone, for everyone. En eigenlijk het belangrijkste wat we daarbij aangeven is, natuurlijk wij zetten voertuigen neer. Maar het is wel de mobiliteit van de mensen in de omgeving. Dus wij willen heel erg de samenwerking aangaan met de community om ervoor te zorgen dat ze het echt ook zien als hun eigen mobiliteit. En ik denk dat dat het grootste verschil is, dat onze strategie vanaf het begin is geweest. Wij gaan echt ook focussen op de kleinere steden. De steden waar... Wat bedoel je precies met de eigen mobiliteit? Ja, ik vind het eigendom van een voertuig zo ouderwets. En waarom moet je altijd bij jou op de oprit hebben? Mm-hmm. Waarom kun je niet gewoon altijd het beste voertuig pakken om de hoek als je het nodig hebt? En als je hem niet nodig hebt, ook vooral er niet voor betalen. En ik denk dat dat het leuke is, dat de grote spelers op de markt hebben daarvoor altijd gekeken naar een Parijs en een Berlijn en de grote steden, Barcelona, waarin wij hebben gekeken, ja, tuurlijk, als ik kijk hoeveel mensen wonen er in een bepaalde geografie en de dichtheid, tuurlijk is dat dan beter. Maar je hebt er ook 20 aanbieders. Ik kan mijn Ubertje bestellen. Ik heb perfect deelvervoer, zelfs 's nachts. Waarom heb ik zoveel vraag naar deelvervoer? Die is er denk ik minder. En toen zijn we gaan kijken en daarom ook begonnen in Eindhoven. Omdat we zien, juist daar was het openbaar vervoer veel minder. Veel buitengebieden. Je had geen Uber, er was geen andere aanbieder. En we zien daar enorm veel markt ook in de komende jaren. Dat het daar gaat groeien. Nou, dus ik zei het net al. Hoe werkt het? Heel simpel. Je registreert 1 keer. Binnen 2 minuten ben je aangemeld. Als je hier vandaag aanwezig bent, krijg je ook nog wat gratis minuten. Dus het ritje straks in de zon kun je nog gratis maken ook. Yes. Je opent de app. Je ziet allerlei scooters. We hebben op dit moment dus meer dan 6000 scooters actief. En we gaan verdrievoudigen in de komende paar maanden. Dus we gaan echt volle bak doorzetten. Je vindt een voertuig. Je reserveert hem. Of je scant de QR-code. En je kunt gewoon meteen vertrekken. Dus ja, het kan niet simpeler. Nou, ik gaf het net al kort aan. Hoe start je zoiets? Ik krijg die vraag wel enorm vaak van mensen die ook gewoon een berichtje sturen en zeggen, ja, hoe kom je erbij? Nou, ik heb zelf een achtergrond. Ik heb 7 jaar lang elektrische scooters verkocht aan bedrijven zoals GoSharing. Maar dan vooral in Zuid-Europa, waarin deelmobiliteit qua tweewielen wel echt een heel stuk verder is. Veel meer geaccepteerd. Daar heel veel voertuigen verkocht aan de bedrijven. En eigenlijk het leuke dat ik in de keuken kon kijken. Ik kon zien wat gaat daar goed, wat gaat er niet goed. En ook het verschil kunnen zien van bedrijven die echt tientallen miljoenen als budget hebben. En niet zijn geslaagd. En een aantal studenten die gewoon heel erg focussen op een aantal belangrijke punten. En die nog steeds nu naast onze scooters rondrijden. Dus ik denk dat het leuk is om te zien. Nou, Eindhoven begonnen omdat we daar zagen enorm interessant. Enorm veel vanuit de regio wat naar Eindhoven komt om te rijden. De gemeente was heel enthousiast. Nou, 168 scooters gestart. Dat was al een mooie, met z'n allen in de busjes. Scooters uitzetten. En we hadden 3 medewerkers. Ik heb het opgericht samen met 2 andere oprichters. Donnie van den Oever en Doeke Boersma. En dat was wel mooi, want we hadden op het begin ook nog geen geld om zoveel mensen aan te nemen. Dus wij deden ook gewoon vaak samen met Donnie accu's wisselen 's nachts. Dan gingen we 's ochtends gingen we douchen en dan begon de werkdag weer. Dus ik heb nog vaak mijn vriendin ook gecharterd dat ik zei, joh, zullen we lekker bij Van der Valk gaan eten? En ik ben zelf in Arnhem, dus die zei, nou wat leuk. En op de snelweg richting Eindhoven gaf ze aan van, ja, waar gaan we eigenlijk heen? Ik zeg, ja, we gaan naar Van der Valk. Moeten we wel eerst 40 accu's ophalen en we doen even 3 uurtjes accu's wisselen. En dan trakteer ik op de Van der Valk. Dus is wel heel leuk om te zien hoe dat is gestart. En ik denk met die essentie, juist op het aanbieden van de mobiliteit en de klant centraal stellen. En al het andere vonden we niet belangrijk. Zijn we heel erg hard doorgegroeid. Regionale aanpak was voor ons het allerbelangrijkste. Waarin we hebben gezegd, ja, iedereen kan bijvoorbeeld in centrum Rotterdam van A naar B komen. Dat is niet moeilijk, er zijn 100.000 mogelijkheden. Dan gaan we eens van Rotterdam naar Vlaardingen. Dat, dan in 1 keer valt bijna alle opties vallen af. En daar hebben we gezien dat daar een enorme mogelijkheid is. Waar we zien dat de anderen dat op dit moment niet invullen. En ik denk dat daar de grote winst is. Om echt te zorgen dat die regio's verbonden worden. En daar zit voor ons een grote uitdaging. En die anderen zitten gewoon veel meer zijn gefocust op een stad.
Ja, dat is natuurlijk veel makkelijker als je zegt, nou, Rotterdam, ik pak het centrum, heb de meeste ritten. Iedereen gaat van A naar B. Alleen, we hebben gezien dat 4 op de 10 van onze ritten een autorit vervangen. Dat is wat we willen. Dat moet eigenlijk naar 10 van de 10. Mm-hmm. Dus dat is een geweldig resultaat voor ons. Alleen, wat is er met die andere 6 van de 10 ritten? En daar zien we een hele belangrijke shift die wij willen maken met onze elektrische deelfietsen en elektrische deelauto's die we in de komende maanden gaan toevoegen. Dat juist die korte ritten, daar wil je mensen motiveren om te bewegen. Dus dan moet die deelfiets het goedkoopste zijn en de dichtheid veel groter. Dus wij willen verschillende gebieden gaan creëren waarbij de korte ritten echt gemotiveerd worden om op een duurzame en gezonde manier toe, met de elektrische fiets, ook goedkoper, want je trapt zelf mee. Dat de elektrische deelscooter juist regionaal ingestoken wordt. Dus als je hier bijvoorbeeld kijkt in Den Bosch, je kunt naar Nuland, je kunt naar Nuenen, je kunt naar alle dorpen eromheen kun je ook met de scooters heen. Ik denk dat dat het mooie is. En de elektrische deelauto's juist, als je zegt, nou, ik wil een keer van Den Bosch naar Tilburg. Daarvoor houden heel veel mensen die auto. Van ja, stel dat ik een keer weg moet. En daarmee gaan we straks garanderen dat je gewoon altijd een deelauto hebt in de stad. Wat mooie is, in de stad ga je met onze auto niet rijden. Want we hebben 1000 deelscooters en deelfietsen. We kunnen veel betere dichtheid aanbieden. Ik kan daar niet 1000 auto's gaan neerzetten. Dus dan gaan we die fietsen en scooters motiveren. Maar als jij een keer zegt, ik wil van Den Bosch naar Rotterdam, zorgen dat er altijd een deelauto, elektrisch, 100% opgeladen, voor jou klaarstaat. En dat gaat het verschil maken in onze aanbod. Nou, 24 steden gelanceerd in 2020. Ik denk wel iets heel moois. Ik heb de eerste 2 lanceringen zelf mogen doen. Slapeloze nachten. Ik ben blij dat we heel veel talent hebben gevonden wat ons is komen versterken. Om ervoor te zorgen dat we echt zo'n impact kunnen doen. Ja, het mooiste is dus terug te zien, is puur en alleen al met onze ritten hebben we 1000 ton CO2 bespaard. Ja, dat is natuurlijk geweldig om te zien dat in zo'n korte tijdstip zoveel bespaard kan worden. En ik zie zoveel plannen van bedrijven die aangeven, ja, we gaan zoveel CO2 besparen en we gaan dit aanpakken. En dat is allemaal in een tijdsbestek van 10, 15 jaar. En ik denk, hier is het mooie, dat we samen met de gemeentes bereiken en de gebruikers, dat we gewoon nu, binnen 1,5 jaar, 1000 ton CO2 besparen. En ik denk dat de essentie is, niet plannen over 5 of 10 jaar doen. Nee, dat is direct impact. Direct minder auto's in de stad. Ik ben ook wel benieuwd hoe je die, hè, je noemde net 4 van de 10 ritjes vervangt de auto, hoe je van plan bent naar die 10 van de 10 te gaan, maar daar hebben we straks nogal live over. Daar gaan we zeker over uitweiden, dat is denk ik een hele mooie. Nou ja, van start-up naar scale-up, ik denk dat we wel hebben gezien, hè, we hebben binnen een aantal maanden 10 miljoen euro opgehaald van onder andere Rabo Corporate Finance en ook de oprichters hebben alle hardverdiende centjes erin gestoken om het van de grond te kunnen krijgen. Maar ik denk dat nu wel het mooie is dat we zien dat we ja, nu wekelijks allemaal nieuwe mensen krijgen bij het team. Het team groeit enorm hard. We starten in 5 landen. We starten met nieuwe producten, dus het gaat nu echt wel in een schaal. En ik denk dat het wel leuk is om te zien dat je echt fases binnen een team hebt. Het moment dat je alles weet wat er gebeurt, tot op de laatste punt achter de komma, weet je wat er gebeurt, tot nu in een skill waarin je meer op hooglijnen betrokken bent en gewoon het vertrouwen kunt geven aan het team die je dat gewoon oppakt. Ons gemiddelde leeftijd is 27, 28 jaar in het hele team. En met elkaar maken we het wel gewoon, bouwen het wel gewoon samen op. Ja, kunnen we straks ook wel verder op ingaan, maar dat is een hele spannende fase, want je hebt goede mensen nodig. Hoe vind je die? Hoe bewaak je dan ook de cultuur die je wilt creëren? Misschien is het goed om daar nog even een vervolgvraag op te stellen naar deze presentatie. Denk ik heel leuk, ja, zeker. Nou ja, Wenen zijn we als eerste internationale stad gestart. Super gaaf natuurlijk om een nieuw land te mogen openen. En na Wenen meteen al binnen een aantal weken ook Antwerpen, vorige week Düsseldorf, nu Keulen, volgende land gaat volgende maand lanceren. We komen met de fietsen, we komen met elektrische auto's, dus er zit echt heel veel te gebeuren nog. De financiering, 50 miljoen. We hebben een geweldige financieringsronde gehad, waarin we ondanks corona, wat natuurlijk toch de deelmobiliteit enorme impact heeft gegeven, best wel de mogelijkheid hadden om een keuze te maken van wat is echt de beste samenwerkingspartner voor ons, zoals we het zien. Echt een investeringspartij die ons helpt. Ook een stukje professionalisatie kan brengen. En die ervaring heeft met het echt groeien. En daarin hebben we opportunity partners gevonden die in ons investeert. En eigenlijk ook met het grote idee erachter dat Robert van der Wallen met brand loyalty ook vanuit 1 land is gegroeid naar alle landen, overal kantoren heeft geopend, enorme hyperscaling heeft meegemaakt. En wij hopen dat met de ervaring en kennis bij zowel hem als het bedrijf, dat we daar gewoon heel veel van kunnen leren.
Nou, Oostenrijk, België, Duitsland, ik zei het net al. We zijn 3 weken terug begonnen in Duitsland. Nu al meer dan 1000 scooters operationeel. Ja, dat is leuk om te zien. Hoe wordt het daar ontvangen? Heel enthousiast. Ik denk dat het leuke is, daar is deelmobiliteit heel bekend, maar dan van de stepjes. Dus wij krijgen natuurlijk enorm veel vragen wat dan het verschil is met de scooter en het stepje. En ik denk dat het leuke is dat we met de scooters vele grotere gebieden kunnen vrijschakelen. Dus mensen veel meer kunnen helpen om echt woon-werkverkeer te doen. En buitengebieden te kunnen motiveren. En we hebben natuurlijk de mogelijkheid met 2 mensen op de scooter. Ja, is dit geweldig om te zien. En het leuke is, in die steden mogen we gewoon 4, 5, soms wel 1000 scooters in één keer toevoegen. Waar we hier echt wel moeten ploeteren. Bijvoorbeeld in de bos voor 150 scooters. Ja. Dus ik denk dat dat wel leuk is om te zien dat die groei erin nog in zit. Nou ja, waar staan we nu? 39 steden. Als je het morgen vraagt, zijn het er 40. Dus we gaan gewoon lekker door. 4 landen. 5e land komt aankomende maand. 6000 scooters. We zaten altijd in Waardenburg. Nou, ik denk dat zelfs de mensen hier in Den Bosch misschien het kennen van de McDonald's. Maar voor de rest zit er heel weinig. We zijn verhuisd naar Utrecht. Vooral ook om meer talent te kunnen vinden. We hadden sommige stagiairs die moesten echt 2 uur met de trein bij ons komen. Nou, dan heb je goede mensen. Ja. Als ze dan blijven komen. 180 medewerkers. We hebben natuurlijk enorm veel Power Rangers. Enorm veel operationeel personeel die flexibel bij ons werken. Maar wel een hele belangrijke keuze. We hebben altijd gezegd, klantenservice moet zelf en Power Rangers moet zelf. Want dat zijn uiteindelijk de 2 momenten dat een klant jou ziet. Dus of spreekt de klantenservice, laten we hopen van niet, maar als het nodig is, dan spreekt hij. Dus dat wil je zelf hebben. En de operatie wil je ook zelf. Dus van te repareren, herpositioneren, maar ook de accuwissel. Dat wil je zelf doen, want daarmee kun je zorgen dat je uiteindelijk de beste service hebt voor de gebruiker. Want hoe vervelend is het als die het niet staat of het niet doet. En daar moeten we het uiteindelijk op winnen. Dus die zijn allemaal bij ons in dienst. Ja, en belangrijk, ik denk dat het al een aantal keer terugkomt. Schaalbaarheid, schaalbaarheid, schaalbaarheid. Alles moet schaalbaar zijn. Dus we hebben bij ons een 20-80 regel. Dat is eigenlijk 20% van het werk, 80% van het resultaat. Omdat we gewoon geen tijd hebben voor 100%. Dat doen we met alles, behalve met software. Want software is lastig als het laatste stukje het niet doet. Maar ik denk dat het wel een hele belangrijke is dat we heel efficiënt te werk gaan. Heel lean en mean zijn. En als ik zie wat wij met 20, 30 mensen bereikt hebben. Dat hebben sommige mensen met 200, 300 mensen nog niet bereikt. En dat is wel het mooie. En heb je die mindset vanaf het eerste begin gehad? Ja. Gelijk, heel groot gedacht? Nou, ik denk wel, het werkt alleen als je groot denkt. Het is echt wel een spelletje, zoals ik het zou willen zeggen, van de grote aantallen. Dus wij zeggen altijd, we hebben een Amerikaanse aanpak. Volle bak aantallen. En onderweg zien we wat we moeten verhelpen of wat we moeten verbeteren. En daar hebben we ook wel echt de mensen op aangenomen. Van, vind je het ook echt leuk? Zie je dit als een probleem of als een uitdaging? En hoe kun jij zo snel schakelen met de 100.000 dingen die er gebeuren om dat weer te verbeteren? En ik denk dat het leuk is dat het hele team enorm gemotiveerd is. En dat maakt het ook leuk. Voor onze medewerkers is het ook echt zo trots om die scooters op straat te zien. En mensen die erover praten. En meestal op de verjaardagen is het eerste waar mensen het over hebben. Die groene dingen. Heb je het al gezien? En dat is wel echt heel leuk om te zien. En het groot denken, dat had je natuurlijk al opgestoken bij je vorige job. Toen je zag, die spelers doen het op die manier. Ja, dus wat je ziet, zo'n concept als dit werkt niet met 100 voertuigen. Je hebt enorm schaalvoordeel, zowel met de voertuigen, maar ook met de verificaties, met de betalingen, vergunningen. Je hebt enorme teams nodig om dit grootschalig te kunnen opzetten. Dus we hebben meteen vanaf het begin gezegd, 100.000 voertuigen binnen 3 jaar. Dus we hebben nog een uitdaging de komende 18 maanden. Maar daar gaan we vol voor. En voor niks minder zullen we voor stoppen. En ik denk dat dat ook moet. Want we hebben gewoon echt een mobiliteit in het centrum moet anders. Het moet anders ingericht worden. En dit is gewoon tastbaar. Dit is iets wat we kunnen realiseren. En dat gaan we ook doen. Dus komt er nog een nieuwe financieringsronde aan? Of lukt het wel met die 60 miljoen die je hebt opgehaald? Nee, zeker. Als we meer voertuigen willen, hebben we ook meer financiering nodig. Ik denk dat we nu met de financiering gewoon enorm goed al kunnen schalen in de nieuwe landen. Maar we zullen zeker meer geld gaan ophalen om gewoon ervoor te zorgen dat wat we in Nederland al bereikt hebben in meer dan 30 steden. Waar we nog gewoon verviervoudigen kunnen met de fietsen en de auto's en meer scooters, meer dichtheid. Dat ook in Duitsland gaat gebeuren. We zijn nu in Duitsland 3 steden actief, maar kan er zo in 150 beginnen. Dus we hebben zoveel schaal nodig. Dus ja, zeker zullen we nog meer financiering moeten ophalen. Maar ik denk wel dat we veel slimmer en beter kunnen worden naarmate de schaal komt, dat je het ook beter kunt financieren.
En hoeveel is dan genoeg? Hoeveel financiering moet je ophalen? Wat zit er in je achterhoofd? Nou, dat is lastig om te zeggen. Kijk, je weet natuurlijk vanuit de deelstepjes, hè, een markt die eigenlijk heel snel gegroeid is. Daar heb je echt bedragen van miljarden die zijn opgehaald. Ik denk wel, als je kijkt welke impact we kunnen leveren met de eerste financieringsronde die we hebben gedaan en wat we op straat uiteindelijk hebben neergezet en dus die 1000 ton CO2 hebben bespaard, dat we wel, hè, ook met de supply chain die we hebben, gewoon van iedere euro die we inzetten, het dubbele eruit kunnen halen. Omdat we veel meer voertuigen kunnen neerzetten, veel beter de service kunnen doen en uiteindelijk daarmee ook een betere service voor de gebruiker kan doen, omdat we dan ook weer goedkoper kunnen aanbieden. Dus ja, hoeveel wil je ophalen? Ja, ik zeg altijd, een ondernemer is altijd op zoek naar geld. Want daarmee, hè, kun je verder uitbreiden. Dus ja, wij zullen gewoon volle bak doorgaan. Dus we kunnen nog geen kop scoren van GoSharing wil een miljard ophalen de komende jaar. Je weet nooit hoe het er volgende week uitziet. Okay. We zijn er druk mee bezig, maar voor nu zou ik hem even volhouden. De toekomst, ik heb denk ik al kort iets over verteld, maar ik denk dat het belangrijk is dat er een multimodaal aanbod komt. We zijn met elektrische scooters begonnen omdat we erin geloven dat het echt een duurzame oplossing is. Alleen we willen mensen ook laten bewegen en we willen ook zorgen dat je van de ene naar de andere stad kan. En een scooter is niet altijd het beste vervoersmiddel. Dat zeg ik ook niet. Ik denk wel alleen dat we er heel goed mee gestart zijn. En nu is wel de volgende fase dat in iedere stad in Nederland wat een station heeft, gewoon altijd de groene scootertjes klaarstaan en de fietsen en de auto's, om ervoor te zorgen dat je niet eens meer denkt aan een eigen vervoersmiddel. Dat je de zekerheid dat er altijd gewoon onze vervoersmiddelen klaarstaan. En als je dan gaat kijken, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, nou, soms wil je met de fiets, soms met de scooter, maar soms wil je ook met de OV. Dus ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, ik heb hem erbij gezet, woon-werkverkeer belangrijk, hè, dus zakelijke delivery opties die we nu doen. Maar ook het OV is natuurlijk een geweldig om toe te voegen. Om gewoon te zeggen, ik ga van A naar B en ik kies wel hoe ik er kom, maar ik wil gewoon 100% zeker zijn dat ik daar kan komen. En dat reserveer ik in één klik. Dus ik denk dat het daar meer heen gaat. Maar internationaal uitrollen, ja, moeten we gewoon nog sneller doen. Ik denk dat we nu wel echt klaar zijn voor de groei. Nu we met z'n allen gelukkig weer een beetje mogen bewegen en weer naar buiten komen. We willen wel echt het gaspedaal nog ietsjes verder innieuwen om harder te schalen. En ja, de uitdagingen zijn er natuurlijk ook. Ik denk bijvoorbeeld de helmplicht. Iets recents wat gekomen is. Hoe kijk je daarnaar? Nou, qua veiligheid helemaal mee eens. Kijk, ik vind heel goed dat helmplicht komt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik heb me alleen wel heel duidelijk uitgesproken dat ik het niet eens ben met de conclusie. Dus ik ben het ermee eens dat als alle blauwe kentekenvoertuigen die 25 moeten rijden, 45 rijden, moet ze een helm op. Maar hoe kan het zijn dat ik door mijn oma op de elektrische fiets word ingehaald, op de elektrische fiets, en ik zit op een scooter en ik moet straks een helm op? Ja. Met corona op. Uiteindelijk gaan we daarmee zorgen dat mensen minder snel deelmobiliteit gaan gebruiken en dus teruggaan in de auto. Dat is niet wat we willen. Dus dan zou ik zeggen, trek nou gewoon een streep bij een snelheid. Als je zegt 25 km/u, alles daarboven doen helm, is voor iedereen duidelijk. Dus als wij zeggen, alle scooters van sharing rijden 25 km/u. En zelfs met een speciale software dat die extra langzaam optrekt. En we geven zelfs de mogelijkheid voor mensen dat ze gratis rijlessen mogen volgen. Dan is het toch zonde om die allemaal een helm te geven. Ja. Dus veiligheid altijd voorop, 100% mee eens. Alleen ik denk de manier waarop het nu ingezet wordt en dan ook nog volgend jaar juli, in de zomer, in ons hoogseizoen. Het kost ons echt meer dan 1 miljoen. Alleen al aan ombouw. Laat staan alles wat er nog bij komt kijken. Is wel echt een enorme klap. Als je ook al kijkt met corona natuurlijk. Ook echt moeilijke tijden. Ik zeg altijd maar zo. We blijven flexibel erdoor. En lekker ondernemend. Maar dit is gewoon een hele lastige keuze voor ons. Het feit dat iemand een helm op moet zetten. Denk je dat dat ook een reden is om dan de scooter te laten staan? Nou, het motiveert extra om de deelfiets te gebruiken. Dus voor ons ook om sneller en groter op de elektrische deelfietsen in te zetten. Sowieso nu met corona, we hebben haarnetjes erin en de mogelijkheden. Maar het geeft ook weer een bepaalde operationele vraagstuk mee. Want er moeten altijd 2 helmen in, er moeten haarzakjes in, de topkoffer moeten doen. Wat als die het niet doet en mijn tas zit erin? En met tienduizenden ritten op een dag zijn er altijd een aantal waarbij je het niet doet. En hoe ga je dat oppakken? En dat geeft voor ons gewoon weer heel veel uitdagingen. Ik denk gewoon dat vooral op een 25 km/u voertuig, desnoods zetten we een 24 dat het onder 25 km/u is dat niet de uiteindelijke oplossing. In Amsterdam hetzelfde gezien,
Ja, er is helmplicht gekomen. Ja, er zijn minder ongevallen met 45 km per uur scooters. Maar dat komt ook omdat iedereen op de highspeed pedelecs ging en weer de auto in. Dus kijk dan naar het complete verhaal. Ga dan ook kijken wat daar dan de uitkomst is. Voordat we die verdere stap maken naar een landelijke insteek. Ja. Nou goed, en een andere uitdaging natuurlijk vergunning. Buitenlanden is gewoon enorm gemakkelijk. Je vult een formuliertje in en je mag starten met 1000 voertuigen. In Nederland heeft gewoon de deelfiets vanuit Amsterdam nog een negatief beeld. Er zijn een aantal partijen gekomen, duizenden fietsen neergezet en gehoopt dat die het aan een aantal weken zouden volhouden. En die zijn allemaal in het waterplan, omdat er geen goed plan achter zit, omdat er geen service bij zit. En ik denk dat het belangrijk is dat we laten zien dat wij dat wel doen. Ja, en ik denk, als je kijkt nu naar de app, want uiteindelijk gebeurt alles in de app, daar zul je zien dat er veel meer mogelijkheden komen. Dus denk bijvoorbeeld aan een membership. Hoe mooi is het als jij allemaal deelvervoer ziet, dat je een soort Amazon Prime hebt of een Netflix abonnementje waarbij je veel meer extra's krijgt. Of een business account. Dus, ik zie heel veel leasebedrijven. Ja, waarom moet een bedrijf 100 auto's hebben? Nee, 100 medewerkers willen van A naar B. En hoe je dat inricht, dat is niet meer 100 auto's. Dat is misschien een gedeelte vaste auto's, elektrisch, wat bij ons kan, dedicated for Sprout. Maar aan de andere kant misschien wel deelfietsen, deelscooter. En hoe mooi is het dat je dat in iedere stad kunt gebruiken. Dus daar zie ik enorme kansen. Die auto's die gaan we gewoon met elkaar terugdringen. En daar gaan wij een belangrijke rol in spelen. Ik denk dat qua presentatie, ik heb hem proberen een beetje kort te houden, om ook ruimte te geven aan de vragen. Ja, en die waren nogal binnengekomen. Ik ga ook eventjes verversen of er nog wat nieuws is binnengekomen. Maar dan laten we eens beginnen met de vraag van Dominique Weijers, want hij vroeg zich af, hoe heb je in de vroege fases je business partners zo gek gekregen om met je in zee te gaan? Ja, die kan ik zeker uitleggen. Ik weet niet, willen we eerst het filmpje laten zien of gaan we gewoon meteen in de vragen? We gingen nog een filmpje kijken, dat gingen we eerst doen. Laten we dat eerst even doen, ja. Was het filmpje. De vraag, hè? Hoe kreeg je dat nou voor elkaar? Ja. Je begint net, je hebt een zak geld nodig, je klopt iemand aan en iemand zegt ja. Ja, ik vraag me nog steeds wel eens af. Ik ben nu 27, ik was denk 25 toen we begonnen met de co-sharing. Dus het was ook zeker niet dat ik alles wist of het hele plan helemaal rond had. Het voordeel was mede oprichter Donny van der Oever en Doeke Boers, maar die kende ik al lang. Zaten ook in de elektrische tweewielers. Zij meer vanuit de delivery kant en ik meer vanuit de sharing kant. Maar we waren al bekend bij elkaar en hebben eigenlijk de koppen bij elkaar gestoken en gezegd, ja, de mobiliteit moet toch anders kunnen en beter kunnen. En daarmee gezegd, ja, we gaan gewoon starten. En daarmee wel ook het geluk gehad vanuit Donny en Doeke dat we ook Rabobank, Rabo Corporate Investments, meteen hebben kunnen spreken, het idee hebben kunnen uitleggen. En die waren gewoon heel erg gecharmeerd van het nieuwe aanbod deelmobiliteit. En gezegd, nou ja, laat maar zien. Ik denk dat wel het leuke is. We begonnen in Eindhoven. We hadden een aantal KPI's. Ja, we waren zo enthousiast. Ik denk, alles wat we op Excelletje hadden ingevuld, dat was wel weggegooid. Dat was ook niet meer, alles was anders in het echt. En na 2 dagen waren we zo enthousiast. We zeiden gewoon, joh, dit is een succes. We bestellen nog 500. En ik denk dat dat wel het opportunistische is. En ook het mooie dat we gewoon doorknallen. En onderweg wel zien hoe we het verbeteren. En die essentie is ook heel belangrijk. Klantcentraal. En gewoon focus op wat belangrijk is en niet alles eromheen. En ik denk één mooi voorbeeld daarbij is, we namen een iemand op de marketing aan. Die werkte ook in deze markt en die gaf aan, ja, nieuwe stad. We hebben toch 50 tot 100.000 euro budget voor nodig voor marketing om dat goed neer te zetten. Ik zei, nou, je krijgt 1000 euro en je ziet maar wat je ermee doet. Ik zeg, die scooters staan op straat, dat is onze marketing. Als we zorgen dat die service goed is, hebben we geen marketing nodig. Dat is wel altijd de insteek geweest. Ze zorgen dat het product betrouwbaar is en we ervoor zorgen dat, hè, dat we daarmee de klant het beste helpen, is de rest allemaal bijzaak. Kijk, je begint, je vervangt 's nachts accu's. Op een gegeven moment wordt het groter en groter. Als ondernemer word je opeens geacht ook een beetje management skills te hebben. Ja.
Hoe vind je dat? Want ik spreek ook wel eens ondernemers die dat eigenlijk geen bal aanvinden. Ja, hoe ervaar jij dat? Ik merk dat ik nog heel veel dingen leuk vind. En dat ik me met heel veel dingen heel graag bemoei. En dat ik heel erg van de details ben. Maar een van de eerste tips die ik ook kreeg van Donnie en Doeken en ook van de Rabo. Je hoeft niet alles te kunnen. Als je maar goed herkent wat je niet goed kunt. En daar de juiste mensen voor zoeken. En dat is wel een van de eerste dingen die ik heb gedaan. Om gewoon te erkennen van ja, ik kan niet alles het beste. Zeker niet. Dus laten we erkennen wat dan het minste is. En daar gewoon echt goede mensen in zoeken. Die misschien wel echt een tegenpool voor mij zijn. Die daarmee dus veel meer het bedrijf verder gaan brengen. En ik denk dat dat het allerbeste is. Ik kreeg ook nog een vraag binnen van hoe vind je nou die juiste mensen? Binnen no time, je gaat groeien, zeker ook in het buitenland. Hoe fix je dat? Ja, ik denk ook de trots en enthousiasme die we gewoon bij het product hebben. Dat uit te stralen, dat overal te laten terugkomen. Want ja, start-up, bedoel, we kunnen niet de medewerkers allemaal maar betalen wat de grote partijen allemaal doen en die al 100 jaar bestaan. Dus wat we ook echt willen is mensen die er echt in geloven. We hebben een heel jong team. Ik denk het leuke en het bewijs van hoe we dat aanpakken is mensen die hard werken en goed hun best doen. Ook te laten groeien. Dus de regimentier die vandaag aanwezig is en scooters heeft gebracht, die is begonnen, ik denk, als tweede power ranger bij ons. Daarna city manager, is nu regio manager. De hele heel Brabant heeft hij onder zijn verantwoording. En die kwam net van de universiteit. Maar gewoon hard werken en gewoon ervoor zorgen dat altijd het er goed bij staat. En dat is wel het leuke, dat mensen zien dat bij een start-up skill-up heb je gewoon de mogelijkheden om in een hele korte periode enorm te groeien. Als je jezelf bewijst en we maken die stappen samen. Dus als je begrijpt dat niet alles mogelijk is bij een start-up, maar we wel samen kunnen groeien, waarbij meestal bij grote bedrijven is de laag boven je al bezet. En die daarboven al helemaal, en is allemaal gestructureerd en alles is vast. En als je vrij wil, dan moet je een formulier invullen. Ik heb nog steeds geen formulier gezien. Het maakt me ook niet uit. Als jij vrij wil, dan neem je lekker vrij. Als we je nodig hebben, dan ben je er. En dat is wel de insteek bij het hele team. En dan maakt het werk ook leuk. Hey, wat is jouw grootste valkuil geweest tot nu toe, vraagt Willem van der Velde zich af. Ja, ik denk wel meerdere. Nee, ja, misschien ook wel het accepteren dat je niet alles zelf kunt doen. Ik heb op een gegeven moment kom je op een punt. Ik heb zo lang mogelijk iedereen zelf aangenomen. En op een gegeven moment komt natuurlijk een punt dat je dat minder doet. Of je spreekt iemand maar 5 minuten aan de telefoon en dan doe je die gesprekken niet meer. Dus dan moet je loslaten. En ik denk dat een van mijn grote valkuilen wel is het loslaten. Want ik ga nog steeds, en mijn vriendin vindt het verschrikkelijk. Iedere avond check ik alle cijfers. Iedere ochtend check ik alle reviews, de app stores, hoeveel tickets wel open heb staan. Terwijl ik moet het eigenlijk niet meer doen, maar ik vind het wel heel fijn. Nou, hoe kom je er vanaf? Want op een gegeven moment, als je echt die groei wil doormaken, dan red je het niet meer om dat vol te blijven houden. Ja. Nee, dat klopt. Dus ook weer terugkomend op de goede mensen. Ik denk dat we nu wel echt de goede stappen aan het zetten zijn van start-up en alles maar oppakken naar echt een schaalbaar bedrijf te worden. Waar we echt nu wel in de skillfase zitten, goede mensen aantrekken, verder kunnen uitbreiden. En ja, het is voor ons gewoon heel belangrijk, alles wat we opstarten, dat het schaalbaar is. Dus alles wat we doen, dat keer 100 kan. Ja. En ik denk dat we dat nu wel heel goed erin gehamerd hebben. En wat ik nu het mooiste vind om te zien in het team, is dat de mensen die ik nog niet heb gesproken of gezien, waarmee ik 10 minuten gaan zitten, daar zit diezelfde mentaliteit al in. En dat maakt dan ook wel weer trots op het team. Dat leeft gewoon bij de mensen. En de trots ook. En ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is. Vertrouwen in de mensen, in het personeel. En zorgen dat het echt als een team effort groot wordt. GoSharing is eigenlijk net onderweg. Maar Tom van Eyck vraagt zich wel af. Kijk, als je opnieuw de kans had om GoSharing op te richten. Wat had je anders gedaan? Ja, heel veel. Heel veel. Noem eens twee dingen. Ik denk, op het begin hebben we heel duidelijk een aantal keuzes gemaakt. Wat gaan we zelf doen en wat gaan we extern doen? Want je kunt niet alles zelf doen, dat maakt je langzaam. Daar is in deze business geen tijd voor. Maar ik denk wel, hè, als je weet hoe groot we nu zijn en waar we heen gaan, dan had je sommige dingen misschien veel groter willen aanpakken. Ik denk wel wat het mooie is juist omdat we die keuzes hebben gemaakt, zijn we ook nu de enige die zo hard kan groeien en zijn we marktleider in de Benelux. Dus dat maakt ook wel weer het mooie. Ik denk vooral eerder meer mensen aannemen. Ik ben vooral heel erg van eerst groeien, eerst neerzetten en dan gaan we weer uitbreiden. Eigenlijk ben je 2 stappen te laat. En nu krijgen we gelukkig ook met de professionalisatie en de nieuwe investering meer en meer de mogelijkheid om eerst
te groeien intern en dan pas dat op straat. Ja. Ik vind zelf die strijd tussen de deelvervoerders wel interessant. De miljoenen klotsen echt tegen de plinten op. Maar hoe voorkom je zo'n investeringswedloop? Hè? Pietje heeft 50 opgehaald, dus moeten wij ook 70 ophalen om daar tegen op te boksen. Hoe hou je dat in toom? Ik vind het geweldig. Ik denk dat het geweldig bewijs is voor deelmobiliteit dat het blijvend is en dat het gaat groeien. Voor corona was het de grote vraag, is deelmobiliteit blijvend? Hè? Gaat dat de impact geven? Iedereen zei, ja, er wordt alleen maar toeristische routes mee gereden. Het is alleen maar voor de fun. En wat is de essentie ervan? Ja, die hebben we nu gezien. OV kon een tijd niet gebruikt worden. We zagen mensen het dagdagelijks gebruiken. En het leuke is, veel van die mensen gebruiken het nu nog steeds. En als voorbeeld Eindhoven, onze eerste stad, waren we al actief met 200 scooters. En er kwam een tweede aanbieder bij en we dachten zo. Ja, dat gaat wat zijn. Maar uiteindelijk, we kunnen 200 scooters aanbieden op 200.000 mensen. Dus hoe zekerheid kun je bieden met je deelmobiliteit? Helemaal niks. Dus er is nu een tweede aanbieder bij. En wat zien we? Dat uiteindelijk de betrouwbaarheid van het systeem vergroot is. Dus hoe mooi is dat? Dat we elkaar met deelmobiliteit motiveren om het een echt alternatief te maken. Dus wat is voor mij erger, is alles wat in de auto wordt geïnvesteerd. En de 99% van onze doelgroep die nog iedere dag in de auto zit. Want die zijn moeilijk te veranderen. Uiteindelijk dat er meer deelmobiliteit aanbieders zijn, geweldig. En ik denk heel mooi om te zien dat gewoon de hele business breed enorm veel groeikapitaal ophaalt om dus dat ook te realiseren. Ja. Hier een vraagje van Floris Kwaks. Hij ziet online geregeld filmpjes langskomen van mensen die stunten met go-scooters. Laatst waren voor zijn huis kinderen opzettelijk alarmen van twee scooters aan het af laten gaan. Vandalisme is een ding. Hoe gaan jullie daarmee mee om? Ja, het product is natuurlijk iets wat 24/7 op straat staat. Daarom zeggen we ook, die community is zo belangrijk. Die moet het echt zien ook als hun mobiliteit. En daarmee ook dat we dat samen netjes houden en tegen vandalisme tegengaan. Kijk, het is helaas iets wat gebeurt. Ik denk wat wel het mooie is dat we daar enorm streng op zijn. Hè, dus samen met de handhaving, politie en ons interne team zitten daar enorm bovenop. En wij zien die filmpjes natuurlijk ook. En die mensen worden gewoon hard aangepakt. En uiteindelijk is wel het voordeel met de technologie van vandaag de dag dat we ook daarin de gebruikers kunnen zien en kunnen aanpakken. En er vooral voor kunnen zorgen dat onze deelmobiliteit een toevoeging is in het straatbeeld. En daarmee ook echt een toevoeging is voor de mensen. En niet zozeer een afdanking is aan de openbare ruimte waar we al vaak tekort van hebben. En dat zie je denk ik in het buitenland, waar in één keer 20.000 stepjes bijvoorbeeld in Oslo staan. Ja. Dan moet daar ook de verantwoording voor genomen worden. En ik denk dat dat iets moois is wat we laten zien, zowel met GoSharing als de andere aanbieders, dat we gewoon echt een goede service leveren. En als er iets is, altijd binnen 24 uur het wordt opgelost. Sjoerd Pieksma vraagt zich af of je dan bijvoorbeeld voor bepaalde risicogebieden ook data-analyse toepast. Ja, data is de essentie van het hele verhaal. Dus alles wat we doen is data-driven. Dus je hebt bijvoorbeeld rode gebieden. Van, dit is een linker plek om die scooter neer te zetten? Of hoe? Nou, intern kijken we heel erg natuurlijk naar gebruik. Maar ook waar is onze doelgroep? En dat zelfs per uur. Want het kan nu zijn dat iedereen naar het strand gaat. Maar als het gaat regenen, hoe komen ze terug? En als iedereen 's ochtends weer van het station naar de universiteit gaat. Nou, dat is met corona best wel lastig geworden. Want het is totaal veranderd. Maar de data is enorm belangrijk. Dus tuurlijk ook bijvoorbeeld vandalisme. Gaan we kijken, waar zijn hotspots? Waar meer kapot gegaan of kapot gemaakt wordt? En het leuke is dat onze regiomanagers en het interne team dan juist extra hard de scooters gaat neerzetten, gaat motiveren, in de omgeving samenwerking aangaat om te zorgen dat het geaccepteerd wordt. Want uiteindelijk ook alle regio's en gebieden hebben vraag naar mobiliteit. En het mag niet zo zijn dat een aantal van die mensen dat verpesten. Dus dan kun je veel beter het gesprek aangaan, gaan kijken waarom dat gebeurt en te zorgen dat die mensen begrijpen dat dat niet normaal is. En ook hard aanpakken om ervoor te zorgen dat die deelmobiliteit ook daar beschikbaar blijft. En parkeren is natuurlijk ook een ding. Ik krijg hier nu een vraag binnen van Peter Franke. Eerder is die vraag ook gesteld door Julie Ellen. Vinden mensen het erg dat je bijvoorbeeld scooters voor de deur geparkeerd hebt? Hoe gaan gemeenten daar mee om? Wat zijn jullie ideeën daarover? Ja, het is een free-floating concept, zoals we dat noemen. Dus we hebben een groen businessgebied waarin je mag rijden en parkeren. Dus het kan natuurlijk zo zijn dat die ergens staat of dat er heel veel ergens staan. Denk bijvoorbeeld aan het Zwarte Pad in Scheveningen. Iedereen wil naar het strand. In één keer staan er 1500 elektrische deelscooters. En er was plek voor 20 scooters.
dat geeft overlast. Dus ik denk, enerzijds moeten we samen met gemeenten heel erg kijken hoe gaan we de infrastructuur aanpassen. Het voordeel is, we hebben alle data om dat te doen. Dus wij kunnen aantonen, tuurlijk op station Rotterdam staan er 400 scooters. Dat komt, die deelmobiliteit gebruikers, die zaten normaal in de auto, gaan nu OV gebruiken met deelmobiliteit. Dat willen we stimuleren, maar dan moet er ook gedacht worden aan de infrastructuur. Want in één keer komen al die mensen daar met die scooter. Dus ik denk dat de samenwerking met de gemeente belangrijk is om daar verandering in te brengen en ervoor te zorgen dat het steeds verder verbeterd wordt. Ik denk het leuke ook is dat we sinds 2 maanden goed parkeren motiveren. Dus steekproefgewijs geven we die mensen gratis minuten om te motiveren van hey, goed bezig, ga zo door. En het fout parkeren ook na 3 keer uit het systeem. Dus je krijgt 2 keer een waarschuwing, 3de keer ben je uit het systeem. Om ervoor te zorgen dat iedereen netjes parkeert en daarmee ook deelmobiliteit ten alle tijde positief gezien blijft worden in de publieke opinie. Je hebt natuurlijk ook te maken hè, als er 40 scooters op een hutje-mutje staan. Die foto's worden gedeeld op social. En dan heb je, ja, ben je weer iemand die een stad loopt te vernachelen. Hè. Dat gevaar heb je ook. Dus daar moet je echt bovenop zitten. Ja, ik denk dat we echt wel hebben gezien dat het een hot item is. Het is iets wat makkelijk gedeeld wordt, waar veel mensen over spreken. Dat is ook het voordeel van ons. Als wij starten met scooters, is het ook de volgende dag dat mensen het gebruiken. Want je ziet het. Het is alsof je honderden reclameborden in de stad hebt rondrijden. De andere kant is inderdaad ook dat, ik vind het altijd een mooi voorbeeld. Ik woon in Arnhem, in het centrum van Arnhem. Ik zie allemaal kapotte fietsen. Die zie ik denk ik al 10 jaar staan. Ik heb nooit iemand ervoor gebeld. Maar kapotte go-sharing, dan bel ik meteen. Dan zeg ik, joh, haal dat ding hier eens op. Wat denk je nou? Hij staat hier kapot. En dat is wel het grote verschil. Hè? Het is een groot uithangbord waar ook snel over gebeld wordt en gemeld wordt. Dat is het voordeel, want we kunnen heel snel reageren. Alleen, als we nou eens gaan kijken naar al die kapotte fietsen, ik hoor er niks over. Nee, klopt. Maar je hebt ook een opvallende groene kleur uitgekozen. Dat zit hem ook in natuurlijk. Ja, het is mooi groen en duurzaam. Ja. En dat is natuurlijk ook de essentie, dat het gezien wordt. En dat mensen zien dat de voertuigen beschikbaar zijn. Dus nee, het is zeker een mooie kleur. Hey, Ilse Keuten vraagt zich af, wanneer ervaar jij dat je succesvol bent? Wat heb je dan bereikt of gedaan? Ja, dat is best een lastige vraag. Ik denk, beschouw je nu zelf als succesvol? Nee, ik denk, ik krijg al eens van die vraag van, heb je nu te groot gemaakt en is dat dan een succes? Nou, ik denk het zeker niet, want we zijn net begonnen, we zijn 2 jaar bezig. Voor ons begint nu net het pad wat we willen inslaan, dus we zien het als een mooie start. Maar het succes is voor ons veel verder. Dan moeten we wel echt 10 stappen verder zijn, willen we echt bij succes zijn. Ik denk wat wel leuk is dat je gewoon ook vanuit het team heel erg ziet dat mensen er heel trots op zijn. En het heel mooi vindt wat we neerzetten. En met meer dan 500.000 gebruikers, dat we echt wel gewoon een hele grote achterban hebben. Van eigenlijk ambassadeurs die voor ons het woord verspreiden. En eigenlijk laten zien hoe mooie service het is. En dat is voor mij wel de motivatie en het succes van het verhaal. Dat we echt snel een impact leveren. En de afgelopen 2 jaar is natuurlijk echt een rollercoaster voor je geweest. En Lia Ashley Shep vraagt zich af. Sorry. In die 2 jaar, heb je een klankbord gehad? Wie was de persoon waar je soms gewoon eens even mee kon sparren? Zit ik nog op de goede weg? Wat voor keuze moet ik in hemelsnaam maken in dit geval? Ja, zeker. Ik denk ook de investeerders helpen ons enorm om het naar het volgende niveau te brengen. Doeke en Donnie ook, die beide veel meer levenservaringen hebben. Maar ook intern in het team. Ik denk dat we heel open met elkaar dat doorspreken. En ik heb ook heel veel stukken gehad die ik bijvoorbeeld zelf dacht, ja, dit ga ik niet oplossen. En ik heb bijvoorbeeld zelfs mijn schoonvader aangenomen. Ik heb gezegd, we doen eerst maar 3 maanden extern. En we kijken wel of we ruzie krijgen. En als het niet zo is, ja, dan heb je hard nodig. En die werkt er nu nog steeds. De band is nog goed. Ook. Okay. En zijn zoon werkt er ook. En iedereen die we nodig hebben. Puur omdat we gewoon niet snel genoeg aan mensen konden komen. En die konden helpen. Dus nee, ik denk dat het ook heel belangrijk is om te luisteren naar je omgeving. Om te luisteren ook wat er gebeurt. Ik vind het ook heel belangrijk dat je gewoon echt, ook bijvoorbeeld de regenmanager, gewoon iedere dag moet je even wat scooters zien. Je moet weten wat er op straat gebeurt. Je moet weten wat de essentie is van wat je aanbiedt. En daar is veel in te winnen. En ik denk ook, accepteren dat je niet alles weet is soms ook goed. En we hebben gewoon een aantal dingen vanaf het begin gezegd. Daar staan we voor. Daar gaan we niet van afwijken. Daar mag iedereen wat van vinden. En dat houden we gewoon heel dicht bij ons. Ik kreeg net een seintje dat we nog 1 vraag over hebben. We hadden er nog veel kunnen stellen. De slotvraag is eigenlijk, wat is nou jouw gouden tip voor beginnende ondernemers? Wat wil je ze meegeven?
Ja, ik hoor altijd heel veel ondernemers zeggen, hè, maak een goed businessplan. Zorg dat je over het plan enorm goed hebt nagedacht. En ga daar alles aan voorbereiding doen. Ik denk dat ik wel heb gemerkt dat ja, een plan is leuk. Maar ga het vooral ook gewoon doen. Ik denk, hè, als je nu bijvoorbeeld hier op de universiteit kijkt, zijn heel veel studenten die een heel mooi plan gaan schrijven om een diploma te halen. Zijn er misschien een handjevol die het echt gaan doen. En ik denk dat dat wel het grootste verschil is. Ga het gewoon doen. Ga het starten. Ga het eens proberen. Leer je veel meer. In de praktijk leer je het meeste. En ga dan gewoon eens tegenkomen en laten groeien. Dus ik zou zeggen, start gewoon en probeer het. Herman, ik wil je ontzettend bedanken. We hadden nog een uur kunnen volpraten. Nou, dit was dus de derde aflevering van Venture Visionaries. En ik vond het ontzettend leuk dat je keek. Bedankt voor alle vragen en graag tot de volgende keer.